Mongo. En dan zal ik nog even uitleggen. Onze mongo die heeft dus een beetje last van een hartritmestoornis. En een ritmestoornis is niet zo heel handig voor een drummer. Dus we gaan hem zo ook vragen of het volgende nummer per telefoon aftelt met ritmestoring. Is dit een goeie? Ja! Oké, dankjewel, oma Willem. Is het er al aan? Dank je, jongens. Ze wisten allemaal. Hey. En dames en heren, het is goed nieuws. Hans leeft nog. Ja! Yeah! Hey. Hey, Hans, zeg even hallo tegen de mensen hier. Hallo. Hey. Ja. Ja. Latte zat ben je hier. Latte zat. Echt hoor. Oh ja, kun je olie afkopen, Loes? Olie? Ja. Ja. Normaal gesproken tel ik die nooit af, maar oké. Hé, Mongo, maar op wat voor vakje moet ik de kapo doen dan? Oh, dat is de derde maar, ja. Oh, dat is namelijk zo'n basknieper die je op de gitaar zet. En meestal drink ik een paar pilsjes en weet ik nergens meer van. Maar Mongo is altijd scherp. Oké, okay, zit er zo goed, Hans? Zie je dat? Ja, laat maar horen, ja. Is dat goed? Ja, voor mij.